Vergeving. Wat is het precies? Al eeuwenlang worstelen mensen met dit onderwerp. We stellen vragen als waarom worstel ik met vergeving? Waarom voel ik nog altijd die pijn? Waarom blijven de herinneringen zo springlevend? Vraagt God werkelijk van me om altijd te vergeven? Of erger nog, vergeeft Hij mij echt niet als ik anderen niet vergeef? In deze podcast gaat de gezinstherapeut Gerrit Houtman in gesprek met Raymond Houzoel over dit onderwerp. Raymond publiceerde in 2023 zijn boek Gids voor Vergeving. De podcast laat zien dat dit boek de theorie over vergeving aan het leven van heel gewone mensen koppelt. De podcast maakt duidelijk wat vergeving niet is, wat het wel is en wat het christelijke geloof werkelijk van ons vraagt met betrekking tot vergeving. En iedereen die maar niet tot vergeving kan komen, wijst hij op een heel bijzondere derde mogelijkheid, die van het afgeven. Een weg waarin de Heer Jezus zelf ons is voorgegaan. Een weg die een deur van hoop en vernieuwing biedt voor iedereen die al jaren vastzit. Een weg van pijn naar volledige vrijheid. Welkom in de podcastserie over vergeving. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie- en gezinstherapeut... en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda... in Genk in het Belgisch Limburg. En mijn naam is Romer Haussoel, ik ben predikant in de Iverische Kerk van Kortrijk... en daarnaast verbonden aan de ETF als onderzoeker. Ja, vergeving in familieverband. Daar zou ik het eens over willen hebben... Um, Vooral als er, als er leed is opgedaan in de, in de familie, en dat kan een hele, iets, iets ernstig zijn. Hè. Dat kan natuurlijk uh, seksueel misbruik zijn of echt uh, verwaarlozing. Maar het kunnen ook he kleine dingen zijn. Ja, hoe, hoe verwerk je dat? Want je zit naar je ouders altijd een beetje, uh, of ook naar broers of zussen, altijd in een iets dubbels. Je, je wilt loyaal zijn, je familie is aan de ene kant ook kostbaar voor je. je de, die bloedband speelt waarschijnlijk toch wel uh, mee. En tegelijkertijd. Ja, zijn er pijnlijke dingen gebeurd die wel invloed hebben gehad op je leven? En uh, ik zie dat dat toch een hele worsteling is. Als uh, het vergeven naar mensen uh, die wat verder weg zijn. Bijvoorbeeld uh, in, in zakenrelaties. Dan is het vaak wat makkelijker dan als je dat bespreekbaar maakt in het familieverband. Het lastige ook is van... Kijk, om, om te kunnen vergeven heb je erkenning nodig. Maar als jij... Uh, uh, zou willen vergeven naar je ouders en je zoekt erkenning bij je broer en zus en je merkt dat die in opstand komen van hé, hey, daar praten we niet over, dat, uh, dat is te gevaarlijk. Dat, of je gaat onze ouders belasteren hè, uh, en dat doen we niet. Hè? Dus uh, er gaan allerlei fenomenen spelen die het dan lastig maken. Heel moeilijk, heel ja. moeilijk, heel moeilijk. Um, dit, dit zijn thema's die wel eens op mijn pad komen, zo kort voor kerst, dat mensen zeggen oh nee weer kerst en dan denk ik hebben ze iets met kerst, zijn ze tegen Jezus? Maar dan zijn ze vooral tegen die familiefeestjes. Ja, ja. Want dan moeten ze drie keer gaan eten met de familie. En wat doe je dan aan tafel? Ja, roddelen over dit en dat. En uh, heb je dat al gehoord? en weet je dat en, en ze vinden dat niet altijd leuk. Dat ze, of niet altijd. Ze vinden dat ja. niet leuk. En uh, ze zien dat tegenop. Het ja, is inderdaad iets wat ja. uh, heel bekend is. Dan, dan zeggen ze, we hebben het weer overleefd. <laughs> Klopt. Op naar het volgend jaar. Ja, 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 ja klopt. Ja, dus... Maar uh, meestal heb je nog in Vlaanderen nog de, de situatie dat het nog een keer terugkeert aan, bij nieuwjaar. Want dan moet ja. je weer naar de familie toe. Hè? Ja, dus, ja, ja, ja. Uh, en dan is het inderdaad weer even afwachten uh, tot de volgende verjaardag of uh, Pasen of iets dergelijks. Ja. ja, lastig. Wat bedoel je precies? Zou je dat dan uh, met de familie willen bespreken als, als jouw kwaad is aangedaan? Want ik zou zelf vanuit mijn natuur dat niet met mijn familie... Uh, Willen bespreken in zo'n situatie die jij schetst nu. Ik heb een goed contact met mijn broer, dus dat, dat kan makkelijk. Maar aan de andere kant zou ik um, dan toch wel een, een derde pakken die niet zo de situatie kent. Omdat hij als een outsider daarna kijkt. Ja, Z ik kom het tegen dat toch wel mensen daar behoefte aan hebben. Van goh, ik zou dit graag eerst een keer uh, op tafel willen leggen in, in de familie. Ja. Want we spelen als het ware elk jaar weer hetzelfde toneel. Uh -huh. En we vergeten wat er vroeger is gebeurd, uh -huh. uh, terwijl het mij, mij wel benadeeld heeft. En ja, het zijn vaak dingen die heel erg lang zijn weggestopt. En dan in therapie of, of in, in andere vorm van begeleiding is het naar boven gekomen. En dan is het de behoefte van, ja, en nu wil ik het toch ook eens met de familie over ja, hebben. Ja, maar dat zou ik ja. dan niet op zo'n moment doen waar je met, met de hele familie aan tafel zit. Nee, nee. Maar ja, soms gebeurt dat dan. Dan komt dat boven, hè. Emoties. Dan, ja, soms do en vroeger, door een trigger, opeens. En dan vliegt er eentje uit. En dan... Uh, rent weg van vliegt, de tafel. Vliegt de rest de bovenop. Je blijft staan. En, uh, ja, gelijk. Verlaat dan eerder het feest of wat ja. dan ook. Uh, ja. ja, ja. Dus... Uh, het is heel moeilijk om om te gaan met dat soort uh, situaties. Zeker als mensen heel nabij staan. Dat heb je niet trouwens alleen in uh, families. Dat heb je ook volgens mij in kerken. Dat is hetzelfde dat zich daar afspeelt. Ja. Goh, als, ik, als ik zulke situaties tegenkom. En, en daar is openheid natuurlijk. van we willen echt erover spreken. Het moet van twee kanten zijn. dan probeer ik zelf aan te moedigen dat men een keer gaat wandelen. Met een met van de twee. Ja. En omdat ik geloof dat de wandeling in de natuur, of waar dan ook, ja, misschien is dat beter dan in het winkelcentrum, dat dat wat rust geeft ja. en tijd geeft voor reflectie, dingen door te vragen. Ja. Ik denk dat de context waarin men de dader wil aanspreken, dat die zeer wijs moet worden gekozen. Ja. En dat een uh, familiefeest daar volgens mijn gevoel minder voor geschikt is dan een... Uh, Ontspannen wandeling in een, in een bos of zo. Ik weet niet. Je hebt natuurlijk heel veel expertise vanuit Bethesda, Pastoraal Centrum. Um, wat zou je daarop kunnen aanvullen? Want ik probeer erover te reflecteren als boerentheoloog. Dus dat is heel wat anders dan iemand die therapeut is. Ja, um, voor ons christenen geldt dat bijvoorbeeld. Uh, eert uw vader en uw moeder. Hè? En dat kan net zo last geven als. Uh, gij zult vergeven. Hè? En daar, daar worstelen veel mensen mee van. En ik merk zelfs niet gelovigen dat die daarmee zitten. Mm -hmm. Van ja, je, je ouders, daar hoor je toch respect voor uh, te ja. hebben. Ja. En hoe, hoe kun je, uh, als, het, als het vooral een bepaalde benadeling is die je van je ouders hebt opgelopen, hoe kun je daarover spreken met elkaar, uh, waarbij je recht wordt gedaan mm -hmm. en tegelijkertijd je je ouders ook eert en respecteert mm -hmm. voor. Ja, voor wie ze waren en voor wat er wel was. Mm -hmm. ja, dus, uh... ja, inderdaad, bij, bij, dat, bij dat vers uh, respect voor je ouders, Er zit natuurlijk een theologische kant ook aan. Dat, belangrijk om te weten, dat betekent niet, ik ben het met alles eens wat mijn ouders doen, of wat nee. mijn familie doet. Nee. Dat kan niet. Het betekent dat je respect hebt en God laat ook zien waarom, omdat zij jou het leven hebben geschonken. Ja. Natuurlijk is God degene die schenker van alle leven is, maar uw ouders verdienen respect omdat ze uw ja. ouders zijn. Ja. Maar voor mij is er wel een groot verschil tussen dat aspect van omdat ze met leven hebben geschonken en respect uh, vanwege alle dingen die ze doen. Ja. En dan mag je het ook oneens zijn met elkaar. Nu, misschien heeft dat te maken met mijn Nederlandse achtergrond. Uh, ik ben natuurlijk een grensgeval, geboren in Vaals. Daar, um, daar ligt meer nadruk op vriendschappen die je zelf maakt dan op familie. Wij leven hier in Vlaanderen en daar ligt heel veel nadruk op familie. Als je uh, kijkt in onze kerken, wat daar zoveel mensen bij elkaar zitten, dan is dat heel vaak familie van elkaar. Waardoor uh, ook de klik wordt gemaakt dat dat ook in, in kerken dan natuurlijk een rol speelt. Ja. Ik uh, vraag me dus af of men dan niet het gevaar heeft dat men iets te veel verwacht van de familie. Ja. Mogen ouders ook falen? Mogen ouders ook niet aan onze idealen voldoen? Dan mogen ze natuurlijk niet misbruiken deze zinnen. Maar wat verwacht je van je ouders? En, en als dingen blijven, blijven zitten, spreek er uiteraard over. Ja. Maar als het niet lukt om het, om het op te lossen, ik weet niet waarover het uiteraard gaat, ja. maar de dingen waar ik aan denk, laat het los, geef het af. Ja. Ga verder, kijk naar die dingen waar het wel lukt, zover het kan. Hè. Ik ja, kan me echt wel ja, voorstellen ja. dat mensen die uh, verwaarloosd zijn, die, heel, die kunnen heel makkelijk uh, en uh, hebben gelijk, uh, zeggen ja maar, ja maar, ja maar. En ja. dan denk ik dat het goed is om dat respect weer opnieuw te duiden. Ja. Nu, ik denk eventjes aan, aan uh, de meer, uh, zeggen, meer bevindelijke kerken. waar enorm veel de nadruk is gelegd op de schuld de en de schuldcultuur, deel was van de kerk en van de familie, en dat je uh, de benadering die je opgelopen hebt in het gezin niet durft te benoemen, omdat je gewend bent te denken in schuld. Van ik ben bij voorbaat al schuldig, alleen al doordat ik besta, he, uh, ben ik schuldig. Dus die schuld, dat schuld. Ik kan niet volgen helemaal. Ja. Dus je bent schuldig omdat je bestaat. Ja, dus, dus, dus uh, je. zonde leer of zo? Of wat zit erachter? Ja, je, ben, je bent ja. in. Uh, hoe heet het? In, in uh, zonde ah, ja, toch. En geboren. Ah okay. ja? Dus ja, ja, ja. Verwekt, uh, ja. Zeg, je bent schadelijk. Uh, hoe heet het? Geneigd. Onbekwaam tot ene goed en geneigd tot alle kwaad. Dus de, de, de is, uh, je mm -hmm. bent schuldig. Dus je gaat dan ook um, uh, dingen zoeken als het ware in je leven om je om te, 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 als ware jezelf ook te bewijzen dat je schuldig bent. Nou, als je in zo'n schuldcultuur bent ja, opgegroeid, ja. is het heel lastig om als het ware kritisch naar je ouders te kijken. Hè? Dat dat mooie uh, onderscheid dat jij maakt van wel dankbaar zijn voor het leven, maar ja. niet dankbaar zijn voor wat ze gedaan hebben. Hè, dus, de slechte dingen dan. Uh, ja, voor, <laughs> de slechte dingen dan. Hè, dus. Uh, dat, uh, dat wordt dan moeilijk omdat mm -hmm. je uh, uh, je bijvoorbeeld ook schuldig voelt. Hè? En, uh, uh, en ik, dus, maar je ziet ook in de gevallen van seksueel misbruik dat het slachtoffer zich schuldig voelt, van ik heb daar misschien een aandeel aan gehad ja, of een ja. aanleiding toe gehad. Dus als je je schuldig voelt, is het la veel lastiger om, uh, uh, om de ander aan te spreken. Maar vallen we nu niet terug in het thema van de aflevering 3? Want dan krijg je natuurlijk weer dat effect van je gewenst voelen, je goed voelen, je geliefd voelen. Ja. Is dat dan de oplossing ook voor de omgang met familiesituaties? Waar, waar inderdaad vergeving een spannende vraag kan zijn? Nou, of, ik denk, of is het te weinig? Dat, ik denk dat, uh, dat, dat uh, je je niet schuldig hoeft te voelen. Uh, Um, een belangrijk element, maar dat dat, dat niet zo simpel is. He, dus dat je daar, daar aan moet werken. En vooral dus naar, naar familie toe: um, uh, ja, die loyaliteit erkennen. Van ja, je bent loyaal, ja, je hebt respect voor je, voor je ouders. Dat is, uh, dat is prachtig geweest. Um, maar, maar tegelijkertijd van ja, wat jou is overkomen of wat je tekort bent gekomen. En dat, mm. dat is vaak lastiger, want er mm. zijn niet altijd negatieve dingen. Je bent gewoon dingen tekort gekomen. Ja. Er was ja. geen liefde, iedereen. er was geen gesprek. Ja, iedereen heeft dat. Ja. Ja. En dat tekort toch op tafel te leggen van... Ja, maar je bent wel dat tekort gekomen en dat heeft invloed gehad op jouw leven. En daar erkenning aan, aan te geven. En... Um, maar wat verwacht je dan van de ouders? Is het dan dat die ouders zeggen van je hebt gelijk? Ook ik heb, heb diezelfde schuldachtergrond? Nee, ik denk. Ik, denk dus ik, ik, ik begeleid zo mensen daarin die ja met de ouders dat het totaal niet bespreekbaar is met de ouders. Ja. Dat is één uh, front. En je merkt ook van ja, je kunt van ouders in latere leeftijd in de 70 in de 80 kun je niet meer verwachten dat zij uh, anders naar hun leven gaan Meestal kijken. dan niet hè? Heer, Die ja. hebben hun, hun uh, kaders en visies gemaakt. Ja. Uh, die die de... Maar het is voor, voor jezelf belangrijk dat je. Uh, ik zie dat dat sommigen dan uh, in dat genezingsproces een stuk afstand nemen van de ouders, van eventjes hè, niet zien, eventjes mm -hmm. uh, ruimte maken voor voor jezelf. Ja. He, dat dat heel gezond kan zijn. Maar wat vooral denk ik van. Uh, Hulpbronnen zoeken om daar met elkaar over te hebben. En als je nu een grote familie hebt en je hebt toch een aantal mensen die, uh, ja, die jou daarbij kunnen helpen, uh, dan is dat fantastisch. Hè, van, Tuurlijk. Uh, mag je dan niet ook uh, zeggen dat we rekening moeten houden, zeer veel rekening, zeker in onze Vlaamse achtergrond, waar we minder snel over gewoon spreekt, dat je rekening mag houden met non-verbale communicatie? Juist het gegeven dat mensen niet daarover willen spreken. Ja. Is voor mij als Nederlander vaak een indicatie, een aanduiding dat ze er zelf heel veel pijn van hebben. Ja. En het gewoon niet bespreekbaar willen maken. Ja. En ook niet kunnen maken. En dan, dan weet ik niet of ik de blik open dan moet zijn. Of dat dan niet juist nog meer schade gaat aanrichten. Maar dat dat gegeven voor mij dan als, als slachtoffer in zo'n situatie zou betekenen: van ik zie de persoon kan er ook niet over spreken. Ik ga ervan uit dat die persoon dat vanuit een. Um, ja, niet vanuit, vanuit een kwade wil doet, maar gewoon vanwege die gebrokenheid zelf. Ja. En dat ik dat dan kan loslaten. Is dat een, een optie of zeg je dat ik dan te licht met de situatie omga als ik die non-verbale kant bekijk? Nee, Jij, jij kan, jij kan uh, de persoon zijn waarbij, de, waar, waarbij de, zeg maar, het slachtoffer voor het eerst voelt van daar is het warm, daar is het gezellig, daar is het veilig. Als buitenstaander bedoel je? buitenstaander, ja. ja, ja. ja. Dus uh, uh, dat zoek je ook in je jeugd. Ook, ook, ook uh, slachtoffers hebben, hebben vaak toch wel van... Ja, bij die leerkracht voelde ik me goed. Mm -hmm. Niet dat daarover gesproken werd wat er thuis gebeurde. Maar daar voelde ik me goed. Of daar voelde ik me ja. veilig. Ja, hè? klopt. Uh, uh, of gewoon uh, überhaupt dat school een hele fijne plek was. Op school, daar voelde ik me goed. Daar was het veilig. Daar was het gezellig. Hè? Dus... Um, uh, en ik denk dat je in Pastraat niet altijd de kans krijgt om in de diepte te gaan, maar dat je wel uh, een, 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 een oase kan creëren van uh, hier mag jij zijn, hier ben je veilig, hier wordt er naar jou geluisterd, in de hoop dat misschien in de loop van de tijd er ruimte komt voor voor een dieper gesprek. Mm -hmm. Maar ja, in therapie, maar ook in gemeentes, mensen zijn enorm op zoek naar veiligheid. Mm -hmm. Mensen komen voor het eerst in de gemeente. Ze kijken van hoe veilig is het hier. Ja, ja. En als ze pas tot bekering zijn gekomen, dan zijn ze, voelen ze zich automatisch veilig, want ze zijn in een euforie ja. en denken dit is een de ideale, zweven, nog. Ja, dit ja. is de hemel op aarde. Ja, ja, ja. En na een aantal maanden komen ze erachter van hé, het is nee, dit, dit, is, dit is soms ook een beetje poppenkast Ja, klopt, klopt, klopt. Maar um, um, ja, het is het, natuurlijk, uh, goh, weet je. Oh, het is heel pijnlijk voor, voor, voor mensen, um, voor slachtoffers binnen gezinnen, om dan te moeten, um, moeten accepteren dat daar niet over gesproken kan worden. Ja. Dat, dat lijkt me wel heel zwaar. En de hoop is dan, uh, die ik heb als, als, als christen, als, als ja, persoon die vooral met het onderzoek bezig is over de toekomst, over de nieuwe, helemaal nieuwe aarde, dat er, um, dat er een moment zal komen waarop dat gesprek wel zal plaatsvinden. Dat is dan niet in het hiern, nu maals. Ja. Maar dat zal in het hiernamaals zijn. Ik geloof dat dat hiernamaals niet zo altijd terecht wordt geschetst. Als we ons richten op de pracht van het hiernamaals, de natuur, noem maar op. Nee, ook menselijke contacten worden weer nodig ja. gemaakt. Elia komt, staat er in het einde van Malachi, om de harten van de kinderen met de harten van de vaderen te verbinden. Dat is iets wat men in het christendom had kwijt is geraakt trouwens. Dat, dat komen van Elia dat daar echt op menselijk vlak heel veel moet gebeuren. En volgens mij valt dit daar binnen. Want vermoed, kan je nog willen vragen, maar ik durfde niet, uh, de culturele achtergrond, dat die ook nog een grote rol speelt. Want we hebben het nu alleen maar over onze ja. Nederlands-Vlaamse cultuur, en die is al zeer divers. Als we dat ook nog een keer toepassen in het Midden-Oosten van de oudheid, dan moet dat ja. nog veel moeilijker zijn geweest. Dan zie ik daar ook... Uh, in de Bijbel niet meteen uh, super voorbeelden van uh, ouders die nog op hun uh, oude dag met hun Kinderen kunnen spreken. Daar, daar kom je niet tegen. Hè? We komen nee, geen Jacob nee, tegen. Nee, nee, nee. Die zegt van, ja jongens, we hebben een paar keer in onze aflevering Jozef in Egypte aangehaald. In Genesis aan het slot vind je dat verhaal. Ja. Uh, daar, daar kom je geen Jozef tegen. Het enige wat Jozef doet is, ja, is oud worden en dan sterven. En dan uh, nog net daarvoor zijn kinderen zegenen. Waar we ja, tot op vandaag ja, ja, ja. uh, exegetiseren van wat bedoelt de man eigenlijk. En, <laughs> en, maar, maar echt daar zo dieper op ingaan. Ja. kun het niet. Ja, dat vinden wij natuurlijk wel vandaag belangrijk. Tuurlijk. Dat alles, alles moet onder woorden gebracht ja, worden. En ik ben er al alles blij mee. moet verwoord worden. Dat vinden we ook in de, in de hulpverlening ja? belangrijk. Alleen als dingen verwoord worden, dan kunnen ze hersteld worden. En dat is natuurlijk... Uh... Dat is de vraag of dat inderdaad klopt. Ja. ja als dingen denk, verwoord worden, kunnen ze hersteld worden. In onze cultuur ik denk ik dat het heel belangrijk is. Ja. Van, vandaag zijn woorden... Uh, vandaag zijn... Uh, worden toch heel belangrijk als erkenning. Ja, mee eens. Maar, 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 maar dat, kan, dat wil niet zeggen dat in elke cultuur kan, zo is. Kan die boetedoening dan niet daartoe leiden? Want voilà. dat zwijgen van die ouders Absoluut, ja. Ja. is ook een, een pijn in hun eigen hart. Misschien ja. een pijn omdat ze ook zelf dingen hebben meegemaakt. Ik ja. denk dat ik als ja. ouder vaak kan zeggen tegen mijn kinderen uh, ik heb het zelf niet geleerd. Ja, ja. ja niet om mij te verontschuldigen nee. maar ja. om te tonen van ja uh, laat mij zien. Ja. Maar denk even aan ouders die niet meer bereikbaar zijn of uh -huh. ouders die overleden zijn. Ja. En, dat, je, en dat, dat helpt mij dan. Dat breng ik heel vaak dan in: van je, je, er staat niet dat je er staat dat je je ouders moet eren. En eren dat doe je op je eigen manier. Uh -huh. Jij eert ze zoals jij eer betoont aan mensen. Dat is een eigen creatieve daad, creatieve daad van jou. Uh -huh. En dat is iets anders dat je hen in maar in alles moet volgen en gehoorzamen. Hè? Als Gelukkig. kind moet je moest jij misschien gehoorzamen, maar nu als volwassene mag je hen eren. En ook als puber doe dat al niet meer. <laughs> ja. ja, nee, dat klopt. Uh, Inderdaad, het is niet vereren, het is respect uh, hebben, maar uh, dan uh, ja. vanuit een uh, besef dat zij geen goden zijn. Ja. En in, kijk, in het in proces van vergeven... Uh, Mon Bouquet haalt het ook aan. Van, vindt op een gegeven moment onschuldig een plaats. Hè? Van, uh, ik ben altijd wat voorzichtig mee hoe je daarmee of moet omgaan. Maar op een gegeven moment begrip hebben... voor de persoon, voor de dader... en ook voor, bijvoorbeeld voor je ouders of voor familieleden. Ja. Begrip hebben voor hun achtergrond. Dat kan wel enorm helpen. Ja. Hè? Dan moet je niet te vroeg mee beginnen. Want dan ga je het allemaal wegduwen. Dat duw je jezelf uh, weg. Hè, de, 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 maar als je in de loop van het gesprek, hè, ik zou zeggen in het tweede deel, als je dat stappenplan neemt van van Monbuket, dan kun je denk ik daar uh, is dat goed om daar ruimte aan, ja. aan te geven. Ja. En is dus, en is dus ook te praten met andere familieleden. Ja. Wat mij bijvoorbeeld geholpen heb, ik op een gegeven moment ben ik met een paar tantes gaan praten, paar zussen van mijn vader. Van en dan kreeg ik een heel ander beeld van familie. Aas, ja. ah, zo heeft dat gezeten en en die invloeden waren er en en je krijgt een veel breder beeld. Ja. Soms ook uh, je verdiepen in in de in de de cultuur die zo snel verandert. Hoe was de die, die ja. tijd zo vlak na de oorlog? Hoe, hoe ging dat toen? Ja. Waar was men mee bezig? Waarom werden er zoveel dingen weggestopt toen? Ja. En moest er alleen maar heel Het was de tijdsgeest. De ja. tijdsgeest is toch wel belangrijk. Dus, ja, ik, ik verwerk ook uh, mijn boek in het boek trouwens. Ik probeer het wel wat met uh, hedendaagse voorbeelden naar voren te brengen. Maar ze komen inderdaad allemaal aan bod. Hè. Uh, dat, ja. dat, is, uh, dat is goed om daar. Uh, over na te denken en, en wat concreter over te, te spreken. Ja. Ja. De voorbeelden in het boek zijn, wat dat betreft, uh, goed, vind ik, maar ze zullen nooit de volledige lading dekken. Nee. En dat is, uh, ja, en ook opnieuw weer, ik val een beetje in herhaling, maar dat is ook wel de doelstelling van mijn boek. Er staan op de voorkant drie deuren, daar heb ik nog niet over gesproken. En op die drie deuren zie je een groene deur, een witte deur en een rode deur. En waarom hebben we dat gedaan met uitgeverij Gideon? Waarom hebben we dat zo houdt? Omdat die groene deur op het bekende thema vergeving wijst. Dat kennen wij veel, we moeten vergeven, horen we vaker. De rode deur op het thema wraak, dat moet je niet doen, daarom is die rood. En die witte deur, die is niet zo heel opvallend, maar er is een, stukje, een soort landschap achter getoond met een stukje hemelkleur. Heeft niks met de dinamas te maken, voor alle duidelijkheid. Maar die witte deur, die wordt wel eens vergeten, dat is het afgeven. Als jij met situaties zit. waarin ouders eh, gewoon niet naar je luisteren. wat gewoon niet kan, bijvoorbeeld omdat ze overleden zijn of wat voor reden dan ook. weet ook, daar is die witte deur van het afgeven, ze dus loslaten. Dat is niet leuk. Besef dat dat eh, nog altijd het waarom oproept. en nog heel veel andere vragen. Maar kan je het leven wel verrijken om dat dan te doen en te zeggen: kijk, er komt een dag. Waar ik als christen naar uitzie, waarin God ook de harten van de ouders opent om de harten van de kinderen te begrijpen. En die harten van de kinderen opent om de harten van de ouders te begrijpen. Ja. We moeten hierover verder spreken. Dat doen we in de volgende aflevering. Zie je dat zitten? Ja, zeker.